Dag Jessie, goedemiddag. We staan hier bij de persvoorstelling van Miss Elegance. Jij doet mee en jij bent finaliste. Stel je eens even voor, alstublieft. Goedemiddag, ik ben Jessie Malisse, ik ben 20 jaar en ik woon in Kortrijk. Ja. Hoe komt het dat je meedoet met Miss Elegance? Ik doe vooral mee om te tonen dat je na elke tegenslag jezelf terug moet oprapen en tonen dat je er staat. Welke tegenslagen kan zo'n jong, mooi meisje hebben als jij? Ik ben gepest geweest. Ik heb een moeilijke relatie achter de rug. Ja. Dat begint al niet zo goed eigenlijk. Nee. Hè? Dat is al zwaar. Je bent dan eigenlijk een heel gevoelig iemand als je daar eigenlijk zo onder geleden hebt. Ja, redelijk wel. Ja. Wat zeggen, en dan doe je nu mee aan een misverkiezing. Is dat een goede manier om er terug bovenop te geraken? Ja, de vriendschap die je sluit en gewoon het zelfvertrouwen dat je... Ja, weer krijgt, is een enorme boost. Ja, ja, oké. Studeren of werk je nog? Ik werk al. Ja, ja. En welk werk doe je? Ik werk in de lasershop met de panels erbij in Kortrijk. Ja, ja. En doe je het graag? Ik doe het enorm graag. Ja. En hoe komt het dat je daarvoor gekozen hebt? Ik ben daar in contact gekomen. Iemand waarmee ik nog samengewerkt had, werkt daar. Mm. En ja. Daarmee heb ik daar ook binnen geraakt. Ja. Ja. Waar wil je binnen 5 jaar staan in het leven? Binnen 5 jaar? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is makkelijk, hè? Nee. Ja. Kindjes, getrouwd, samenwonend? Kindjes, ja. Getrouwd hangt af van de tegenpartij. ja, samenwonend zeker. En misschien een eigen kinderopvang openen. Ah, ja. Dat zijn ook toekomstplannen. Maar, ah, ja. Dus het is niet alleen verkoop, je ziet ook heel graag kindjes. Ja, enorm graag. Hoe komt dat? Is dat zoiets dat er van thuis is meegegeven? Of? Ik heb enorm veel neefjes en nichtjes. Ah, ja. En ja, ik heb toen begonnen met een opleiding kinderverzorging. Ik heb ook jaren speelpleinwerking gedaan. En, ja, ja, ja. En dat is wel leuk. Eigenlijk. Ja, daar heb ik echt mijn hart verloren. Ja, ja, ja. Als ik je nu nog beter zou willen leren kennen als vrouw of als meisje, wat moet ik dan nog zeker weten over jou? Zeker weten over mij. Ja, wat typeert jou? Hoe ben je? Ik ben redelijk verlegen, maar als ik iemand goed ken, kom ik wel los. En ja, ik groei gewoon. En hoe ben je van karakter? Ik ben vriendelijk, ik kom met iedereen overeen. Zolang dat je ja, ook vriendelijk bent tegen mij. Ja, dat is... Ja. Oké, okay, super. Ik wens je nog heel veel succes en tot de volgende keer. Hè. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Salut.